Ja, en mijn eerste gast aan tafel. Eigenlijk ben ik bij jou te gast aan deze stamtafel. John van den Brand van Kinley. Ja. Ik zeg tegen mezelf maar welkom dan. Ja, dat wou ik net zeggen, Richard. Leuk dat je zijn. Ja. Bij Kinley. Dat applaus hadden ze nog niet helemaal begrepen. Nee, ik zie jammer. Gaan we toch nog eens een keertje kijken. Ja. Hey, John, even jouw rol binnen Kinley, want ik denk dat het wel even goed om dat even zo neer te zetten. Ja, ik ben segment director corporate, dus ja. We hebben het opgedeeld in een aantal segmenten binnen Kinley. Dus de ene kant is educatie en public, dus de government, de overheid. Corporate is de grootzakelijke markt en dan nog een stukje security. En ik ben verantwoordelijk voor de zakelijke markt, de corporate markt. Ja, en in de opening met HP van Tilburg had ik het al over, we gaan het over het hybride werken. Ja. Want dat is wel een beetje jullie vakgebied natuurlijk. Ja, en zeker als je nu ziet wat er nu gebeurt in die zakelijke markt, zijn heel veel bedrijven daarna aan het kijken. En we zien ook daar een aantal bedrijven die stappen maken. Maar je ziet ook dat een heleboel organisaties dan ook wel bezig zijn van, oké, maar hoe gaan we die stap maken? Ja, want even, eerst was het was eerst telewerken. Ja. Toen werd het thuiswerken. En het nieuwe werken. Het nieuw werken. Ik weet niet, er zijn ook steeds mensen die dat al 20 jaar het nieuwe werken noemen. En terug naar kantoor. En nou heet het dan plotseling het nieuwe werken. Jullie zitten al heel lang in dat speelveld. Jullie leveren even alle oplossingen, apparatuur die daarvoor nodig is. Maar welke uitdagingen zie je dan bij klanten? Wat betreft dan dat hybride werken? Om dan maar even die modeterm erop te plakken. Ja. Nou, je ziet dat zij een aantal dingen echt wel aan het worstelen zijn. Ja. Aan de ene kant ze de verbinding houden met een medewerker. Want die medewerker natuurlijk zat eerst op kantoor, kwam zijn collega's tegen, ging thuiswerken. Verliest de verbinding met zijn werkgever. En je ziet ook met zijn collega's? Ja, tuurlijk. En je ziet ook wel de verschillende generaties daar anders op reageren. En met name de jongere generatie denkt, de verbinding raak ik kwijt, ik ga ergens anders werken. Dus je moet je talent wel houden, dat is heel belangrijk. Van de andere kant zie je ook dat zij ze hebben een heleboel kantoorruimte die op dit moment niet meer gebruikt wordt. Die willen ze eigenlijk een andere... Waar niemand zit? Nee, daarom. Dus die moet je eigenlijk anders in gaan richten, dat het weer een doel krijgt. En wat je ook heel vaak ziet is dat ze geïnvesteerd hebben in de coronatijd, want mensen gingen naar huis, maar sommigen nog op kantoor. En hoe gaan we dat snel inrichten? En dan zie je, ik was vanmorgen bij een klant, die hebben dan een webcam boven een groot scherm. En dan loopt er een kabelgootje en dan ligt er een USB-C en een HDMI-kabel. Die moet je dan ergens inprikken. En het is één bak ellende, ja. Maar even als we teruggaan even naar dat hybride werken. Ik lees ook als ik kranten openslaat, heel veel organisaties die weer zeggen, kom maar allemaal naar mijn kantoor. Ja. Ik wil helemaal niet meer dat je thuis werkt. Dat kan helemaal niet. En dat willen we helemaal niet. Of er is helemaal geen beleid ontwikkeld. Komt daar nou een beetje iets in? Of is het blijft het zo gewoon rommel? Ja. Nee, maar je ziet, het is inderdaad of je werkt volledig op kantoor. Ja? Tesla hanteert ook 40 uur op kantoor. En als de mensen zeggen, mag ik thuis werken? Zeggen ze, ja, dat mag. Buiten die 40 uur mag je zoveel mogelijk thuis werken. Maar je hebt ook bedrijven die zeggen, nee, betalen we ook verder niet. Nee, daarom, maar dat mag wel. Mag wel. En je hebt ook bedrijven die zeggen, ja, je werkt gewoon volledig thuis. En één keer in het kwartaal komen we bij elkaar, maar dan huren we wel een hotelruimte. En daartussenin ga je eigenlijk zitten werken. Dus het is het office first, of remote first, of hybride. En wat je ziet is dat heel veel bedrijven zitten op hybride. We maken dus eigenlijk geen keuze. Dus want als je even over hybride hebt, waar staat die term hybride voor dan? Hybride werken houdt in dat je of op kantoor werkt of thuis werkt, maar dat je continu ook de verbinding kunt zoeken met elkaar. Het maakt eigenlijk niet uit waar niet je werkt. Niet iedereen tegelijkertijd op kantoor zit tegelijkertijd thuis. En diegene die er dan niet bij zit, die voelt zich meestal niet zo heel erg verbonden. Precies. Dus je moet je meetingrooms zo in gaan richten, want je ziet er ongeveer 98% van de meetings die er op dit moment zijn in meetingrooms is een remote participant. 98%? Ja, er kan een iPhone op tafel zijn, maar in de meeste gevallen zie je steeds meer audio en video er natuurlijk bij komen. Je moet er wel op ingericht zijn, dat iemand niet op kantoor is, maar toch in die meeting zit. Hoe help je die partij dan met het inrichten daar dan van? Want je had het al over zo'n kabeltje en zo'n scherm. En het is het is wij hanteren people, process en technologies. Maar wij work zeggen. Ja. Ja, bij ons is process. Ik hoorde net de introductie. Ja. Je gaat kijken naar de mensen, wie gaan ermee werken. Er zitten verschillende persona's in, er zitten verschillende generaties in. Dus wij doen dat aan de hand van workshops en questionnaires die we uitsturen naar die bedrijven. Die informatie verzamelen we en op basis daarvan gaan we hun informeren over wat de beste keuzes zijn. Aan de andere kant zie je ook de verschillende generaties. Ik heb het geluk dat ik 4 kinderen heb. En ik heb er eentje van 17. En als ik die bel, dan neemt hij niet op. Maar binnen 2 minuten heb ik een chat via of wat dan ook. Van, hey pa, waarom bel je? En ik bel je nog wel terug. Maar iedereen communiceert op zijn eigen wijze. Dus je moet kijken, welke mensen gaan ermee werken? Hoe werken ze ermee? En waar zijn ze al mee bekend te werken? Ze werken al met Microsoft Teams. Ze werken al met Excel. En hoe willen ze dan terugkomen naar kantoor? Wat verwachten ze dan eigenlijk als ze terugkomen op kantoor? Heel vaak zie je dat IT bepaalt het eigenlijk, maar er wordt niet geluisterd naar de medewerker. En die mensen, het proces, maar die mensen is al heel erg dan belangrijk. Ja. Want je hebt het over persona's. Ja.
Even grof, want je kan er naar iedereen cateren, dan is iedereen zijn eigen persoon en dan ben je nog geen fluit opgesproken. Nee, maar wij kijken meer naar de werkgroepen. Dus mensen die binnen hetzelfde proces werken, ja, of dezelfde wijze werken, die nemen we eigenlijk in een persona-groep mee. Dus we gaan met hun in gesprek. En hoeveel personas kom je ongeveer zo in de organisatie even zo? Ja, grofweg bij ons een stuk of 6 tot 8, denk ik, die echt wel met hybride werken betrokken zijn. Dat ligt een beetje aan de grootte van de organisatie. Maar daar zit het wel weer bij. Dan zo heel ingewikkeld is het dan ook niet eigenlijk, hè? Nee. Dan is het de vertaalslag gemaakt van, oké, hoe ligt de behoefte van die medewerkers? Ja. En hoe vertaal je er dan naar de juiste oplossingen binnen de kantooromgeving? Maar dat betekent ook dat als je vanuit Kinley komt, dat je als je dat gesprek aangaat, dan gaat het niet over het neerhangen van schermen en camera's en een oplossingje. Dan moet je dus veel meer in dat proces van het werk gaan zitten. Ja, ja. Wij proberen ook altijd IT-facilities en HR aan te laten haken. Want ook HR heeft een belangrijke taak. Je moet de verbinding weer leggen. De IT-manager is niet meer de bepalende factor in het geheel. Nee, want als die... Met alle respect voor die IT-manager. Als daar ga geen ruzie maken. Nee, helemaal niet. Nee, maar dan zie je die kijken heel erg naar functionaliteit en naar beheer van die functionaliteit. Maar je moet die functionaliteit wel toepassen op de ruimte en op de medewerker en op het proces en alles wat er omheen zit, om er echt een succes van te maken. En die elementen nemen wij wel mee. Als je naar functionaliteit en ontwikkeling, die is heel erg snel. Je kan geen uitzending doen in IT en het woord AI moet gevallen zijn. Dus bij deze AI, heb ik dat alvast gezegd. Ja. Applaus dan. Ja. Dat is natuurlijk ook iets wat die meetingroom binnen gaat komen. Ja, absoluut. Ja. Wat zie je daar al van terug? Ja, in verschillende vormen zie je dat terug. Je ziet bijvoorbeeld bij de Microsoft Teams Rooms, die de meeste mensen wel kennen, in Teleframe. Hè. Dus je hebt een beeld van een camera, je ziet er 4 medewerkers op een afstandje zitten. Met in Teleframe en de mensen die thuis zitten, worden eigenlijk alle personen eruit gesneden. Ja, even, als je nu naar zo'n vergadering zit te kijken, je zit thuis, dan zie je zo'n grote ruimte. Ja. En als het een beetje in elkaar schuift, dan zie je alleen die andere, middelste twee. Ja, en die helemaal recht zitten, die vallen eruit. Ja. Een mazzel zie je een hoekje van zijn laptop en dat is het dan een beetje. Ja. Maar met IntelliFrame wordt ieder persoon eigenlijk individu in een apart framepje gezet. En krijgt ieder individu op het scherm ook allemaal dezelfde grootte eigenlijk. Maar daar heb je niet allemaal losse camera's voor nodig? Nee, dat zit in de intelligentie van de camera. Ja. En als het niet in de intelligentie van de camera zit, kan het in de cloud gegenereerd worden. En dat doet dan de AI-functionaliteit bij de Microsoft Teams Rooms. Je maakt iedereen zijn eigen poppetje. Ja. En de andere kant zie je ook dat jij hoeft niet meer te notuleren. Want met Teams Premium bijvoorbeeld wordt er automatisch natuurlijk gegenereerd. Ja, dat is de hele koppeling die Microsoft met Copilot aan het doen. Exact. Ja, daar word je echt goed enthousiast. Worden net ChatGPT alles wordt geïntegreerd natuurlijk. En daarna nog een PowerPoint maken die je niet zelf hoeft te maken. Nee, dan doe maar een voorstel voor een PowerPoint. Ja. Maar als je kijkt naar volgend jaar, we zitten aan het einde van 2023. Wat zijn voor jou de grootste ontwikkelingen die aangekomen? Als je kijkt, ik denk de grootste ontwikkeling is dat de klant steeds meer begint te beseffen, dus niet zozeer de technologie, maar het besef bij de klant, dat hij zijn omgeving ook moet beheren. De beschikbaarheid moet er zijn. Ja. Dus als ik een meetingroom binnenloop, dan wil ik met een druk op een knop, ik druk op join en ik zit in die call. Waar ze ook moeten beseffen en steeds meer gaan beseffen is, eerst had je van de 10 meetingrooms, was er bijvoorbeeld 1 of 2 voorzien van video, nu alle 10. Dus ook vanuit de IT kan moet je het beheren. En het beheer daarvan, daar zit een complexiteit in. En bedrijven zien steeds meer dat het eigenlijk steeds belangrijker wordt. Dat als je het beheer goed doet, dat de beschikbaarheid hoog is. En het ook minder complex maakt. Ja, en dat de mensen er graag mee werken. Nou, top. Dan zie je ze om over na te denken, toch eens verder naar te kijken. En dan houden wij gewoon 2024 toch contact. Ja, top. Dankjewel, John. Heel graag gedaan, Richard.